Yo, Nintendo fans! Welkom bij een gloednieuwe Miitopia video. In de vorige video hebben we het derde juweel voor de wolkenkrabber waar duisterdere voor zit gefixt. Kijk maar, we zijn nog steeds blij met z'n vieren. Zelda, Rikachu, Zucker en Toad. En nu moeten we het vierde en laatste juweel gaan vinden. Want dan kunnen we eindelijk Mr. Iwata gaan redden. Niets kan ons stoppen! Als je Miitopia vet vindt, knal even dat duimpje omhoog. Laten we kijken of we 1000 duimpjes kunnen halen. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Is gewoon gratis, dus ik zou gewoon even doen. Even op dat knopje drukken. Abonneer. Op naar die 100.000 abonnees, jongens. Over 7 jaar en 2 maanden. Vandaag ga ik dit weer met mijn main team doen. Met het hoofdteam Red, Mario en Steve. En we moeten naar Jigglypuffy. De woestijnster Jigglypuffy. Die zegt ongehoord. Kan ik dan eindelijk op vakantie gaan? En dan duikt er plots een duisterdere vorst op. Nou, weet je liever dat dan de situatie waar we nu in zitten met de zomervakanties. Lekker dan. Anyway, Jigglypuffy. We hebben nog steeds nachtmerries over de oude duistere vorst. En die zegt, oh, die had niet door dat ik hier stond. Hey, Jigglypuff, heb jij misschien even een juweeltje gezien? Ja, die heeft Jigglypuff wel gezien. En waar is die dan? Oh, Jigglypuff heeft het weggegooid. Lekker bezig, jongen. Jigglypuff heeft het weggegooid in een ruïne in de woestijn. Ja, daar wil ik zeker naartoe, Jigglypoomfy. Nou, bedankt. Doei, mazzel, ladder. Ja, Jigglypuff is een popster. Die wil natuurlijk niet helpen. En die is helemaal daar. Eerst gaan we proberen om deze boinkie kapot te maken. Dit is een zeldzaam boinkie. En ik ga iedereen in hypermodus brengen. Want dat doet blijkbaar meer damage op zeldzame boinkies. Ik kan niet eens iets doen. Wat is dit nou? Ik heb hem niet één keer kunnen raken. Gun mij gewoon die XP van die zeldzame boinkie-donkies, man. Ik voel me belazerd. Ik voel me echt hard belazerd. Anyway, laten we dan maar hier in de ruïne gaan om te kijken of we dan dat juweeltje kunnen vinden. Let's go, eindbazen. Red, Mario en Steve. We moeten tegen Zilver en Hieroglyphy. Mario begint te snaven. Ik ga lekker hyperen. Let's go, let's get him. Prappetappetap. Oeh, er is er nog eentje. Die is nog heel... En die pakt Steve natuurlijk. Ja, lekker. Zo makkelijk kan het gaan. En dan nu. Tegen cactussen met een zonnebril. Mario die gaat ze pakken. Oeh. Nou, ik denk toch echt dat ik HP-strooisel moet gebruiken, hoor. Oh, ik bedoel hyper-strooisel. Daarmee maken we ze gewoon in één keer kapot, joh. Tenminste, niet in één keer, maar wel bijna in één keer. Kijk, nu kunnen ze me slaan. Alleen Mario die is cool. Die ontwijkt het even. Lekker bezig, jongen. Echt dat strooisel, joh. Dat is zo overpowered gewoon. Ik vind het trouwens echt bizar, jongen. Dat we al nu meer dan 40 afleveringen Miitopia hebben. Dat deze serie zo lang duurt, had ik echt nooit gedacht. Maar dat komt ook omdat jullie blijven kijken. Dus dat vind ik echt super vet. Ik bedoel, als jullie niet kijken, ja, dan zou ik ook geen video's meer uploaden. Dat lijkt me logisch. Maar jullie blijven lekker kijken en dat vind ik gewoon vet. Terwijl wij Mario gaan helpen en ja, één zo'n cactus gewoon genadeloos afgestraft wordt. Hopelijk hier de andere ook. Oh, hij leeft nog. Maar Red ontwijkt hem. En dan is het klaar, want Steve en Epona gaan het even fixen. Luigi en Epona beginnen trouwens echt de beste maten ooit te worden, jongen. Kijk, die zijn nu volgens mij, ja, bijna level 19. Maar laten we kijken waar we nu naartoe kunnen. We kunnen 3 kanten op. Jeetje, oké. We moeten er wat voor over hebben voor dat laatste juweel zo te zien. En dan mogen we ook nog kiezen of we naar boven, rechtdoor of naar beneden gaan. Ik ga even naar beneden. En hier vinden we een kissie. Er zitten weer HP-bananen in. Hebben we helemaal niks aan, maar dat maakt niet uit. Nu weer kiezen. Naar boven, naar beneden. We gaan weer naar beneden. Als we al deze routes moeten doen, jongen, dan zijn we overmorgen nog bezig, joh. Ja, dit zijn niet zulke hele moeilijke vijanden meer. Zeker niet met de hypermodus. We gaan gewoon iedereen kapot maken, joh. Geen probleem. Kijk maar. Er is er nog eentje over en die is voor Steve. En dan is het klaar. Ze kunnen geen eens iets doen. Kissie erbij. Weer een valstrik. Ik heb echt het gevoel alsof het hier allemaal neppe kissies zijn. Let's go, Red. Let's go, Mario. Bam. Ja, dat blijft ook wel een heel fijne aanval, hoor. En... Oh, dan is het nog niet klaar. Ik dacht dat het klaar zou zijn, maar het is nog niet klaar. Nu wel. Bap, bap, bap. Eens even kijken of we al bijna een level omhoog gaan. Nog net niet. Duurt nog heel even. Dan gaan ze bijna allemaal tegelijk een level omhoog, volgens mij. En nou ben ik heel benieuwd... Oh. Waar we uitkwamen. Ja, en ook wie er ziek is. Wooloo is ziek. Arme Wooloo. Waar komen we uit? Ja, dit is volgens mij wel waar we moeten zijn. Want hier staat een uitroeptekentje. Oh, en we moeten gaan graven. Misschien is het een schat. Blijf vragen graven. Nee, oké. Okay, het was weer een HP-banaantje. Wat hebben wij toch met HP-bananen, joh? Ik wil een keer een HP-appel of zo. Nou, we pakken nu de andere route. Kijken of we hier wel een juweel opgraven. Maar ik denk het niet, hoor. Ik denk dat dit level ons gewoon eventjes belazert. Kaktussen slopen. Pak hem, Steve.
Steve doet ook wel veel damage in zijn hypermodus. Gaan we nu level omhoog? Nee, nog steeds niet. De eerste die een level omhoog gaat is volgens mij Red. Krijg ook niet zo heel veel XP voor deze vijanden. Oh nee, de stemming is weer gespannen hoor. Nee, oh nee, gaan we weer ruzie maken? Oh, nou we gaan het alweer bijleggen zo te zien. Huh, wat? Nee? Oh nee, Red doet nog steeds boos. Red accepteert mijn excuses niet. Wat een gast, jongen. Wie denk je, Wendy, dat je bent? Zit hier dan wel wat in dit kissie? Zo, hier zit superveel in het kistje. Mummy snack, bonjeradijs, golem, biefstuk en hamertartaar. Dat zijn even wat mooie gerechtjes, jongen. Laten we even gaan kanen dan. Even kijken, jongens. Wie wil er wat eten? Ik heb golem, biefstuk. Die vind ik zelf heerlijk. Maar mijn aanval is al plus 23. Hoe zit het met de aanval van Steve? Die heeft 104 op zijn aanval. Hoeveel heb ik op mijn aanval dan? Ik heb nog maar 80. Nou, weet je, die ga ik lekker aan mezelf gunnen. Een mummy snack. Voor meer magie en HP. Die wil Mario graag hebben. Nou, eet smakelijk. Cactussap. Is er iemand die cactussap lekker vindt? Helemaal niemand, jongens. Nee, Toad vindt het niet zo nice. Zelda, vind jij het nice? Zelda vindt het helemaal niet nice. Mario? Mario vindt het wel nice. En Zucker, die vindt het blijkbaar prima. Dan hebben we hier een cactussap met een sterretje. Nou, die is sowieso dan voor Zucker. Alsjeblieft, jongen. Hier ook, geliefd Toosie. Wil jij die hebben? Ja, die wil je hebben, hè, Gogi? Hier, eet ze. De hamertartaar. Die gun ik aan Steve. En dan de geurige thee. Die vond Zelda wel erg lekker. En die zit nu vol. Nou, dan is de volgende voor Steve. Ja, alsjeblieft, jongen. Die vindt het ook lekker. Dan een boingradijs. Ja, die vinden heel veel mensen heerlijk. Ben benieuwd wat Toot ervan vindt. Die had ik beter kunnen bewaren. Nou ja, nu kunnen we hier gaan graven. Maar ik denk dat we belazerd worden. Ik denk niet dat het hier ligt. Laten we gaan graven. Misschien is het een schat. Zie je, het is weer een HP-banaan. Waarom zou je bananen begraven, jongen? Dat is toch helemaal niet goed voor een banaan? Dan gaat hij toch vet van rotten en shit, of niet? Oké, we zijn nu op de laatste route, denk ik. Eentje is de weg door Mario. Oh, en Steve is nu gewoon sneller dan ik, joh. Als ik niet in hypermodus ben. Wat, Steve? What? Serious? Nou, volgende battle, dat lijkt me ook niet het allergrootste probleem tegen twee van die loopneuzen. Dat bedoel ik. En ja hoor, eindelijk. Red gaat een leveltje omhoog. Dat betekent dat Mario en Steve ook bijna een level omhoog gaan. En ik denk dat we dat goed kunnen gebruiken straks voor de eindbattle. Maar eerst moeten we hier even gaan graven, denk ik. Ja, dan moet het hier wel liggen, toch? Of ligt hier ook weer gewoon een banaan begraven? Eens even kijken. Ja, hier ligt hij. Het mondjuweeltje. We hebben hem. Oh, dat was best wel makkelijk. Ik dacht dat hier nog een hele battle zou gaan plaatsvinden of zo. Maar nu hebben we alle vier de juwelen. En nu kunnen we dus naar de wolkenkrabber. We kunnen naar de duisterdere vorst. Maar Rikketje zegt, eigenlijk begin ik me nu wel wat ongemakkelijk te voelen. Oké, team. Nu komt het erop aan. We gaan klimmen. Te gek. We hebben alle juwelen voor de wolkenkrabber gevonden. Yay. Goed. Dus. Zelda zegt, wie heeft er zin om wat gekke gezichten te maken met die stenen? Bro. Nee, we moeten even die poort gaan openen, jongens. Nee, we gaan ze niet over de vijver heen gooien, Red. Jongens, waarom zijn jullie niet serieus? Laten we beginnen, inderdaad, Zelda. Maar eerst een feestje. Let's go to the wolkenkrabber. Ja, daar gaan we, jongens. Mario die hangt weer aan zijn staart. We hebben alle wolkenkrabberjuwelen. En wat betekent dat? Dat we nu toegang hebben tot de toren. En dan is het gedaan met de duisterdere vorst, Mr. Iwata. En die duisterdere vorst. Ik dacht dat jullie vrienden waren. Ja, dat klopt. We zijn matties. Maar Mr. Iwata, die is overgenomen door de duisterdere vorst. En de draak die vraagt, kun je dan wel echt tegen hem vechten als jullie matties zijn? Ja, dat kunnen wij wel. We moeten wel. En het is niet Mr. Iwata die de duisterdere vorst is. Het is een of andere blauwe blopsel. Ik weet niet wat het was. Het was een gekke blauwe bloepie. En we kunnen hier nu naar binnen. Daar gaan we, jongens. We hebben alle juwelen te pakken. Het is zover. We stoppen ze in die gaten. En dan, ja, dan gaat de deur open, want het gezichtje is compleet. Ja hoor, daar gaan we. Ik ben zo benieuwd of ik hier klaar voor ben. Ik heb geen idee. Maar we kunnen in ieder geval naar binnen. En zo te zien is dit wel een aardige toren, jongens. Laten we kijken wat hier gaat gebeuren. Oh jee. Oké. We zijn in de wolkenkrabber. En we moeten de route af gaan leggen. Het lijkt een of andere super futuristisch iets of zo. Ik weet niet wat het allemaal voor kristallen bollen zijn. Oh nee, hij lacht. Dat is lang geleden, zegt de stem. Wat leuk om jullie weer te zien. En jullie toch hier zijn. Zullen we eens kijken hoe sterk jullie echt zijn. Maar ik zal jullie alvast een hint geven over wat jullie kunnen verwachten. Ik heb een stel oude vrienden naar de toren getoverd. Ik hoop dat jullie je verheugen op het weerzien. Moeten we tegen bazen gaan? Nee. Ik wil niet tegen bazen, straks is boeren weer en zo. De geest uit de fles, uit de lamp, uit het ding. What?
Dit is Oroki. Maar ik ken geen Oroki. Ik ken jou niet. Maar ik ga wel mezelf beschermen, denk ik. Ik weet niet wie je bent, maar ik ga wel in hypermode. En Steve gaat ook in hypermode. Let's go, let's do this. We gaan Oroki pakken, jongens. Pakken met z'n allen. Pap, 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 pap. Oh. ik heb nu mijn strooisel verspild, volgens mij. Ik dacht dat dit een episch gevecht ging worden of zo. Oké, Steve, wat is er? Wat is er? Er ligt hier iets op de grond. Ja, het is nogmaals een HP-banaan. Ik weet niet, er liggen overal bananen in Mythopia. Overal kom je ze tegen. Ik weet niet, maar ik denk dat we Donkey Kong ook nog gaan vinden gewoon binnenkort. Dat hij gewoon al die bananen overal aan het neergooien is of zo. Oké, wie zijn dit? Dit zijn de vuurdemonen. Let's go, let's get them. Ik ben benieuwd of dit net zo makkelijk gaat als de vorige vijand. Nou, ik denk het niet, want ze leven allebei nog. Ja. Oh. We hebben er eentje gevangen. Eentje is kapot. Die andere die gaat zo ook wel kapot. Kijk maar. Bam. Oké, deze gevechten zijn nog niet zo moeilijk. Ik ga een leveltje omhoog naar level 28 alweer. Oh, dat gaat wel echt hard. Ik weet niet hoeveel gevechten we moeten doen. Straks moeten we er echt 10 achter elkaar doen of zo. We hebben hier wel een kissie. Een game ticket zit erin. En dan hebben we de herberg. En in de herberg kunnen we chillen tot de volgende aflevering. Terwijl Wooloo beter is trouwens. Dat is lekker. En dan gaan we in de volgende aflevering kijken hoe moeilijk dit gaat worden. Doe een duimpje omhoog. Laat me weten of ik dit ga redden. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!